Ik vind het met name een grote eer. Kijk, het is toch een, als je naar het lijstje mensen kijkt die deze prijs gekregen hebben. En dan is het toch heel bijzonder dat je als baggeraar op dat lijstje gezet wordt. Oh, ik dacht dat u niet meer bekend wilde staan als baggeraar. Nou, baggeraar zien wij als een geuzenwoord. De formele naam is natuurlijk dat we maritieme ondernemer zijn. Want wij hebben ook een grote olie- en gasdivisie. En we hebben een grote winddivisie. En we hebben een baggerdivisie. Maar een baggeraar is een beetje een geuzennaam. En de meeste mensen kennen ons natuurlijk toch gewoon als een baggeraar. En we zijn natuurlijk al heel lang bezig om die haven van Rotterdam te bouwen en uit te breiden en uit te diepen. Weet u ook waarom u havenman van het jaar bent geworden? Ja, dat hebben ze mij verteld. Dat heeft met name te maken met onze snelle groei op het gebied van windenergie. Zoals je weet is de haven van Rotterdam ook bezig met een energietransitie. En ze zien Van Oord als een van de voorlopers van de energietransitie. Het gaat niet zo snel, hè? Vooral niet in Nederland. Nederland staat op achterstand. Nederland staat op achterstand. Nederland is een van de achterlopers in Europa. Wij hebben met een aantal bedrijven, waaronder Van Oord, havenbedrijven, Neco, hebben gezegd, joh, Nederland, probeer nou eens een keer een voorloper te worden in die energietransitie. Probeer nou eens wat we noemen te versnellen. En wat is daarvoor nodig? Wat daarvoor nodig is, is een aantal dingen. Dat is ten eerste steun van de overheid. Dat is onlosmakelijk. De Nederlandse overheid moet daar een soort rol in spelen. Die moet ook zien dat die versnelling ook goed is voor Nederland. En waar wij dan met name op doelen, hij is goed voor innovatie. Hij is goed voor werkgelegenheid. Het levert heel veel werkgelegenheid op. Wind op zee levert meer werkgelegenheid op dan olie en gas op zee. We zien een trend bij wind op zee dat de prijs per kilowattuur aan het dalen is. En die is nu zo hard gedaald dat het opwekken van elektriciteit met een windmolen nu in Nederland goedkoper is dan het opwekken van elektriciteit met een kolengestookte centrale of een gasgestookte centrale. Nou, als het dan zo voordelig is, dan zou het ook wel zonder subsidie kunnen. Op termijn zijn wij ervan overtuigd dat het zonder subsidie kan. En dat betekent inderdaad dat we in een Nederlandse samenleving gaan naar een elektriciteitssysteem wat voor een groot gedeelte opgewekt wordt door windmolens, misschien zonnepanelen. Dan hebben we allerlei technologische uitdagingen die we nog niet hebben opgelost. Laat ik het niet simpeler maken dan dat het is. De opslagfunctie. We zullen die energie ergens moeten opslaan. Misschien wel met waterstof. En zo gaan we de komende 10 jaar nog heel veel innovaties doen om al die technologische uitdagingen op te lossen. Die ook met name hier in dat industriële complex in Rotterdam heel groot zijn. Omdat die zware industrie die heeft behoefte aan warmte. En dat kan je niet gelijk vertalen naar elektriciteit. Zit het kabinet daar goed achteraan? Achter die transitieambities? Die vraag die kan ik nog niet beantwoorden. De nieuwe minister van Energie, Wiebes, gaat in 2018 een energieakkoord 2.0 maken. En uit dat energieakkoord 2.0 zou moeten blijken of er voldoende prioriteit ligt bij al die stukken die we net noemen. Wind op zee, CCS, elektrificering van de samenleving. Maar los daarvan, Van Oord stapt wel in die richting, ook met het nieuwe windenergiepark. Ja. Denkt u dat u dat gaat binnenhalen? Nou, de laatste, daar kan ik geen commentaar op geven, maar wij hebben de ene laatste samen met Shell en Eneco binnengehaald. En die gaan wij in ieder geval in 2020 bouwen en operationeel laten zijn. Dank u wel. Goed zo, graag gedaan.